Hallo en welkom bij deze nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben Axel en jullie gaan kijken naar deze nieuwe video. Vandaag heb ik weer een nieuwe video voor jullie. Na een maand of zo, ik ben weer terug. En ik had heel veel vlogs gemaakt in deze afgelopen tijd. Al die beelden zijn nu eens weg en het klopte echt niet en zo. En ik vond dat niet zo een tof geheel worden. Dus ik dacht, ja, ik ga dat gewoon niet uploaden. En ik ga gewoon vanaf nu terug beginnen. Ik heb nu paasvakantie. Sorry trouwens voor dit achtergrondgeluid. Het is mijn papegaai, maar ik kan die niet wegdoen. Dus sorry als jullie de hele tijd gepiep horen. Oké. Ik ben ook nog een beetje hees, want ik heb net corona gehad een week. Maar het is al wat beter. Dus ik dacht, ik ga gewoon een video maken. Dus ik ga ook voor jullie. Wat heb ik gekocht in een 2 weken video? Nee, ik weet eigenlijk niet hoe ik deze video moet noemen. Ik heb gewoon heel veel geshopt de laatste tijd. En ik eigenlijk ben een beetje in shock daarvan. Want er ligt echt superveel op deze tafel. En hangt heel veel op de kast naast mij. Ik ga dat ook even laten zien. En eigenlijk is dat een beetje schandalig en erg. Dus ik wil niet deze video maken om te laten zien wat ik heb. En mee opscheppen, of hoe dat je dat ook zegt. Dat is totaal mijn bedoeling niet. Het is gewoon leuk om te laten zien aan jullie wat ik heb gekocht en wat ik heb geshopt, omdat ik dat wel tof vind om met kleding bezig te zijn. En dan wil ik jullie daar graag in meenemen. Dus in deze video laat ik zien wat ik de afgelopen 2 weken ongeveer heb gekocht tot nu. En ja, dat was het eigenlijk, mijn uitleg. En laten we nu maar gewoon snel beginnen, want ik praat weer veel te veel en veel te lang, zoals in elke video. Dus let's go! Ik ga ook gewoon zeggen van waar het komt. En als ik de prijzen nog weet, ga ik de prijzen gewoon zeggen. Dat is gewoon makkelijk voor jullie. En misschien is het dan nog in de winkel als je dat dan ook wilt kopen. Oké, als eerste ga ik beginnen met wat ik aan heb. Deze blazer. Die heb ik gisteren gekocht in Antwerpen. En die is van H&M. En ik ga die even laten zien, want ik heb die nu toch aan. Dus dat is... ik ga even mijn stoel. Zo ziet hij er dus uit. Het is dus een blazer en die is best wel oversized. En ik was heel erg aan het twijfelen, maar ik dacht, is hij niet te groot? Maar een vriend van mij zei van, Axel, koop die. Dus ik heb die gekocht. Dat is zo wat een, hoe noemt dat, een beige-achtig kleurtje. En ik vind het model wel leuk, maar er zit ook nog wat schaduwvulling in. Dus als ik die eruit ga nemen, gaat het misschien minder groot zijn. Maar ik vind het wel zo een vibe hebben. Dus ik vond die wel tof, dus ik heb die gekocht. En die is dus van de H&M. Oké, mijn idee was om alles aan te doen en aanbeeld te laten zien, maar ik heb nu even ingezien dat dat een beetje te veel is en dat dat niet gaat lukken. Dus dat ga ik niet doen, maar misschien komt dat nog in de toekomst bij een closet tour of zo. Misschien is dat wel tof. Oké, deze blazer is van de H&M en ik denk dat zelfs mijn prijskaartje er nog aan hangt. Dus ja, deze blazer was 40 euro. Dat is niet veel voor een blazer, 40 euro, maar wel voor een voor een blazer, want ik heb nu al veel blazers en ik heb al heel veel kleren. Dus ik had heel veel geluk, want ik dacht dat kost 40 euro. Ik kom aan de kassa, zegt die ineens dat dat 15 euro is. Dus ik was helemaal aan het flippen en ik was helemaal van, what? Vond het helemaal leuk, dus ik heb die gewoon meegenomen. En dan was ik eigenlijk nog blijer dat ik die had meegenomen en dat ik die wou kopen. Helemaal leuk. En helemaal blij mee. En als ik die schaduwvulling eruit ga halen, gaat die misschien nog wat mooier dan. Oké, nu gaan we op naar 2 andere leuke stukjes. Stukjes? Wat? 2 andere paar schoenen. En ik ben lichtjes verslaafd aan schoenen. En namelijk hakjes. Oké, het zijn dus namelijk deze. En 2 verschillende kleuren zoals jullie zien. Even. Ze zijn geweldig. Het ding is, ik vind hakken echt super tof en kei mooi. En helemaal zo Pinterest vibe. Maar het ding is, wanneer doe je dat aan? Je doet het alleen aan op een, zo op vakantie, zo 's avonds of op een feestje of zo. Maar het is nu ook niet dat ik elke dag naar een feestje ga. Of elk weekend. En naar een vijf, dat is ook wel raar. Dus ik draai dat niet zoveel. Dus ik ook wel zonde om daar veel geld aan uit te geven. En ik wou er altijd, en ik kwam er altijd tegen, die waren best wel duur, 50 euro per paar of zo. En dan kwam ik in de Primark, omdat ik dat altijd zo tof vind, om wat van die leuke spulletjes en zo en van die nagellakjes en zo te kopen daar. En dan zag ik even deze schoenen en dacht, wat de fuck, dat moet ik echt hebben. En toen keek ik naar de prijs en dat was letterlijk zo'n goede koop dat ik dacht van, het is gewoon geweldig en ik heb gewoon de oplossing. Dus als eerste heb ik deze hakjes. Ik vind dat zo leuk. Dat zijn dus donkerbruine. Ik heb letterlijk niks in donkerbruin mijn kleding, omdat ik dat normaal niet zo tof vind. Dat is niet echt mijn ding. Ik vind het wel mooi bij andere mensen, maar ik vind het zelf bij mezelf niet flatterend. Maar deze hakjes vond ik wel echt super tof. Dus die zijn dus van de Primark, zoals ik al zei.
En dat zijn dus zo'n bruine. En ik vind dat zo leuk met deze riempjes en zo. En die staan echt super tof. En die zijn ook niet te hoog, dus ik kan er mee lopen. Zijn dus van de Primark. Ik heb ze in maat 39. En die waren 18 euro. Nee, 18 euro. Het staat er nog op hier. Ik heb die ook nog nooit gedragen, maar oké. Okay. Dus ze zijn maar 18 euro. En dan denk ik echt van, ja, dat is helemaal niet zo duur. En dat moet ik gewoon hebben. Dat is gewoon perfect. Dus deze hakjes ben ik kapot blij mee. En dan ging de andere keer terug. Zo, van die roze. En dat heeft zo van die... Een krokodilachtig dingetje. En die hak vond ik ook gewoon mooi. En dan zo mijn vierkante neus. Die anderen zijn ook vierkante neus. Ik vond die echt gewoon geweldig. Dus ik dacht, ja, die moet ik ook gewoon hebben. En deze waren ook 16 euro. Nee, die anderen waren 18. Deze waren 16 euro. En die vond ik ook echt super cute. En gewoon zo voor vakantie en zo. Dus als je van die gewoon goede koperen hakjes zoekt, ga echt gewoon zeker even naar de Primark gaan. Want ze hebben echt dus super leuke. En ook nog in allemaal verschillende kleuren. Maar ik vond deze twee gewoon het leukste. Oké, ik praat echt te veel bij elk artikel. Nog even in de schoenentrend te blijven. Ik was eergisteren of gisteren ook nog eens naar de Primark. Omdat ik dacht, misschien zijn er nog van die hakjes. Van die leuke. Maar toen kwam ik daarin aan. Dacht ik, ja, ik heb dat ook niet nodig. Ik draai die ook helemaal niet veel. Dus dat ga ik niet doen. Maar toen kwam ik deze tegen. Deze hangen nog aan zo'n ding. Ook echt super tof. Voor op vakantie. Ik ben helemaal in vakantiestemming. Maar het sneeuwt buiten. Maar dat boeit niet. Dus ik had deze gezien. Deze slippertjes. Mensen, dat is toch tof. Weer zo een printje. En ik heb letterlijk dezelfde kleurtas als dit. En zo met hetzelfde printje. Die ligt zo'n matching. Dus naast mijn roze randje. En die zijn echt gewoon super cute. Voor op vakantie of gewoon voor in de zomer. Hier kan dat ook gewoon. Onder een lange jurk of zo. Vond ik echt helemaal een vibe. Dus deze heb ik ook meegenomen. En die waren helemaal niet duur. Die waren 8 euro. Dus daar kun je echt gewoon niet voor twijfelen. De rand van de schoenen. En nu heb ik een kledingstuk. Dit is het kledingstuk. En echt in love. Oh my god. Ik zocht al super lang. Dus zo een rokje. Ik had al zo'n rokje, maar dat scheen wat door, dus dan deed ik dat ook niet vaak aan en zo. En dat was toch net iets anders, maar toen zag ik dit. Ik was helemaal verliefd erop. Dit is het rokje. Het is zo'n typisch rokje dat je nu ziet. Dat heeft zo van die leuke details en dan weer van die ruffeltjes aan de benedenkant. Aan de onderkant, wauw. En gewoon dat patroon en zo die stof. Geweldig. En hij heeft dus heel veel laagjes, zodat dat niet doorschijnt. Wat ik ook echt top vind. En dit rokje heb ik gekocht bij de H&M. In 36. En ik vond het geweldig. Zo leuk voor in de zomer. Ik weet niet meer hoeveel het kostte, maar ik denk dat het er nog wel is. Dus dan kun je dat gewoon even opzoeken. Dus helemaal leuk. Nog een amazing trui. Ik had die gezien bij een vriendin van een vriendin. En ik dacht, dat moet ik hebben. Het is deze trui. Het is helemaal zo'n beige vibe. Of ineens heb ik die blazer met dat en zo. Maar het is dus deze trui. En het is zo'n gehaakte trui. Zo, die is echt super zacht. En het leuke is, die mouwen zijn zo flowy. Dus die zijn zo wijd hier. En dat vind ik ook echt heel leuk. Zo. Zo ziet die er dus uit. En die is ook wel zo korter en zo oversized. Die is van de Pool & Bear. En ik heb die in de maat L, omdat ik die zo oversized wou, want anders is die wat klein. Dus ik vind deze echt super tof. En die was 30 euro. Maar ik kwam aan de kassa en toen zei die meneer, ja, 15,99 euro of zoiets, alsjeblieft. En ik zo, what? Dus ik was helemaal geweldig. Dus ik hou echt van deze trui. Ook gewoon op een rokje of zo. Of mijn gekleurde broek is dat ook echt super cute. Die is Pool & Bear en die is er waarschijnlijk nog eens, ga die zeker van. Dingetjes vintage. Allee, twee eigenlijk. Als eerste dit sjaaltje. En ik was geïnspireerd op deze foto van Pinterest. En ik zag deze sjaaltje. En ik dacht, geweldig. Geweldig. Kijk die kleuren. En ik dacht dus, zoals op deze foto, met dan zo'n wit rokje. En dan zo als top. Geweldig. Ik zou het nu niet zo snel in mijn haar doen. Dat zou ik nu niet zo snel doen. Wel als gewoon als topje. En dan moet je dat zo knopen van achter. Helemaal leuk. Dus dit sjaaltje. Nog iets vintage. En dat is echt een vondst, mannetjes. Jullie kennen allemaal wel zo op Pinterest of op YouTube. Zie je altijd zo van deze broeken.
deze linnen broeken. En ik wil dat ook super graag. Maar ik dan ben dan gaan opzoeken op Zalando. Maar van die sites. En dan op Zalando kost dat 80 euro. En dan denk ik, ja, 80 euro ga ik dat ook niet aan uitgeven. En toen zijn die ineens vintage. En dan was ik echt van, what? Dat is echt gewoon perfect. En die is breed, dat is ook gewoon perfect. En lengte is goed, de kleur is leuk. Zo, alles was gewoon leuk. Het gaat dus over deze broek. Zo'n linnen broek. Met van die touwtjes. En die is dus zo low waist. Zoals op de foto. En dan gaat die zo gewoon breed. En dan van achter zit er nog een zakje wat ik ook echt leuk vind. En dat is normaal niet echt zo mijn stijltje. Maar leuk, gewoon met zo'n roze topje of zo. Of ja, helemaal niet leuk. Dus dat is deze broek. Al lang naar op zoek. En ik heb die gevonden. Dus gewoon mijn tip. Als je iets zoekt, ga vintage kijken in winkels. Of je kunt dat ook zelfs op Vinted misschien kopen. Gewoon zoeken totdat je het vindt. Want letterlijk, ik wou daar bijna 80 euro aan uitgeven. En ik heb dat gewoon nu gevonden. Dan heb ik nog een witte broek. Maar die is niet vintage. Deze is van de Bershka. Bershka. En dat is zo de typische broek. Ik heb die zelf ook in het lila, paars en ook in het zwart. Maar ik wou ook al zo'n witte, want ik heb gewoon even een broek nodig. Een witte, brede broek. Want ik heb er een, maar die is te klein en die zit niet zo mooi. Dat is ook wel lina-achtig. Maar ik vond deze zo chic en zo netjes. Dus dat is deze. Deze broek zo. Ja, je kent die wel. En die is gewoon recht. En de lengte van deze broeken zijn echt perfect. En dan heeft dat zo één zak. En ja, jullie kennen die allemaal wel, denk ik. Ik ga die even zo. Het is echt een topbroek. Deze was, denk ik, 26 euro. Ik weet het niet zeker. Maar die is nu nog te koop. Dus als je die wilt, dan zou ik die zeker kopen. Want die ziet echt super mooi. En de lengte voor mij is gewoon perfect. Ik ben 1,74 meter, denk ik. Ja. En dat is gewoon voor mij perfect. En dat moet je nog altijd een stuk afhalen. Bij de volgende stapel. Oh, dit is zo erg. Oké, dus dan heb ik deze stapel. En ik heb een joggingbroek gekocht. Ik had dat eigenlijk wel nodig voor een dag. Leuk eigenlijk. Want we hadden dat nodig voor wedstrijden en voor shows. Maar ik vind het eigenlijk nog wel tof om die ook gewoon te dragen. Want ik heb die... Wacht, ik ga even laten zien de rok. Ja. Het gaat dus over deze. Weer al zoiets beige. Ik ben helemaal in de beige trend. Hoe zeg je dat? Deze. Gewoon een oversized zo joggingbroek. Met, oh, mijn kraan op alles valt. Aan de onderkant vind ik dat echt zo chill. Want dan is dat zo aan je been zo strak. Dus dat is gewoon deze joggingbroek. En het moest deze zijn, denk ik. Dus dat moest die van de H&M zijn. Dus deze is van de H&M. En ik heb die, ja, dus ik deed die aan in een S. Nou, dat is gewoon mijn maat. Aan is in een S, maar dat was zo super smal en zo. En echt zo, je kent dat wel, van die joggingbroeken dat niet mooi zijn. En ik dacht van, oh nee, hoe ga ik dit oplossen? Dus ik dacht, ik neem gewoon een super grote maat. En ik trek die van boven super hard aan met die lintjes, zodat dat wel zo'n oversized look is. Hey. Maar dan wel nog mooi en dan dat dat niet te los is ook. Dus ik had een maat L, denk ik. Wacht. Ja, ik heb gewoon een maat L genomen en nu dat is het dus veel te groot. Maar dan trek ik dat aan met die touwtjes al super strak. En dan is dat echt nog zo mooi en echt zo'n goede joggingbroek, zo'n goede vibe. En ik vind echt dat dat een mooi model is en ook zo lang genoeg voor een joggingbroek. Dus als je, ik heb altijd zo van die joggingbroeken gehad van iets Frans en van de Urban Outfitters. En die vind ik echt super mooi en die zitten echt super goed. Maar dat kost 50 euro en dan kijk, ik kan dat wel eens kopen, maar voor al mijn joggingbroeken zo te kopen vind ik ook wel veel geld. Dus ik vind deze echt een super goede dupe daarvan. Zo een andere daarvoor. Dus als je wilt weten welke dat is, stuur me even een DM of zo. Dan kan ik even zo dat linkje doorsturen. En dan zou ik gewoon dus een grotere maat nemen dan dat je normaal hebt en stop aankoop. Deze heb ik gekocht van een overgekocht van iemand dat ik ken, zo via iemand anders. Ik ken dat al zo beurre vriendin. En ik had dat al gepast in de Zara, een half jaar geleden of zo, toen dat in de Zara winkel hing. En toen vond ik dat zo wel tof, maar ik dacht van ja, ik had al zoveel gekocht toen. Nu ook, maar kan ja. Dus ja, ik had dat toen niet meegenomen en ik had keiwel spijt daarna. En ik vond dat letterlijk nergens meer terug en niemand verkocht dat. En nu ineens iemand, die dus via kinderen verkocht dat. Dus ik dacht, dat moet ik hebben. Dus ik heb dat van haar overgekocht. En ik heb het al één keer aangehad met een fuif, maar het is geweldig. Kijk, dit is een body. En dat is zo... Kijk hoe mooi. Dat vormt helemaal naar je lichaam. En dat is dus met zo van die rechter mouwtjes. Dus dat is echt super tof. En dan met een lijn.
En dan is dat een body dus. En dan langs de achterkant is dat helemaal open bij je rug. Een stuk. En dan hier opzij is dat ook wat open. Dus ja, ik kwam dus origineel van de Zara. En die was origineel 16 euro of zo. En ik heb er ook gewoon 16 euro voor betaald. Douche van de H&M. Normaal koop ik echt nooit bij de H&M. Altijd zo bij de Zara en zo. Maar ik vond dit... Ja, sommige dingen, ze hebben echt nog toffe dingen ineens of zo. En helemaal into H&M ineens. Normaal vind ik echt zo'n stomme winkel. Maar je moet echt niet nu even een kijkje gaan nemen. Want ze hebben echt nog toffe dingen. Oeh, alles valt. Oké, dus dit topje bedoel ik. En dat is dus zo'n satijnen. Weer al wit, beige. Maar... En dat is dus zo. En dat is zo'n oversized blouse, maar wel zo wat korter. En die mouwen zijn zo poofy. En dan kijk hoe mooi die mouwtjes zijn met zo van die knoopjes. Geweldig. Het is zo wat korter. En dan langs de rug is dat zo open. Dus ik vind dat echt een top blouse. En dat was helemaal niet zo duur. Ik denk naar 19 euro. Ja. En dat is wel zo'n bekend topje van de Zara. Ik heb dat dus in de zolder gevonden van de Zara. Ik wou dat in de zomervakantie al kopen, maar dat was altijd uitverkocht. En nu zag ik dat gewoon besteld, dus ik dacht, ik wilde elk nog wel altijd. Dat is dus dit. En dat is... Eindelijk even kleur. Zo kun je dat dragen. Ja, zo. Maar je kunt dat ook kruisen. Dit, dan heb je zo. Zo. Dat vind ik ook leuk. 20 euro, dan was het 7 euro. En ik heb er 13 euro voor betaald. I don't know waarom dat het dan ineens 13 is, maar... Heb ik echt zo'n vuiftopje gekocht. Dat is dit. Een mesh top van de Pool & Bear. Dat is dus zo'n crop top. En dat schijnt dus zo wat door. Ik vond die kleur echt heel cute. En aan de zijkant kun je dat zo met een touwtje aanspannen. Dat wat korter is. Maar ik heb die dus in een S. Maar dat valt echt super klein. Dus ik denk dat ik dat misschien ga wegdoen. Omdat ik vind het niet zo mooi zitten bij mij. Dus als iemand daar geïnteresseerd in is... In dit topje, dat moet ik even laten weten, want misschien ga ik het zo wegdoen. Dat is zo'n topje, dat was in de sale. Oei, het kaartje is afgevallen. Ik denk dat dat 10 euro of zo was, niet zoveel meer. En ik vond dat wel cute, want dat is dus zo'n top. En dat heeft van die ruffeltjes langs de zijkant. En dat zat echt gewoon super tof. En dan, ja, zo. En ik heb dat ook nog zo in een roze-rood-achtig, maar dat zit in de was. Dus deze. De roze-rode denk ik dat ik wel ga wegdoen, maar de zwarte is... Pink Champagne. En dat is een super tof merkje. En dat was ook in de sale. Ik heb er nu nog 20 euro voor betaald, denk ik. Maar het is echt de max. Dit is mijn lievelingstopje. Dat zit zo mooi rond je lijf. Dat is echt niet normaal. Dus dat is zo, mijn veld. En dan zit dat zo hier in mijn band zo strak. Deze band is strak. En dan moet je dat... Je rug is zo open. En dan moet je dat hier zo strikken aan de achterkant. Dat is echt super, super mooi. Helemaal in de huif. Ah ja, ik heb die in maatje S, denk ik. Ah nee, dat was gewoon één maat. Dus geweldig. Ik heb nog twee broeken. Ik heb die alle twee nog... Die ene heb ik nog maar één keer aangehad en die andere nog nooit. Dus ik denk dat ik ze misschien ga weten, omdat het niet mijn ding is, denk ik. Ik dacht, ik ga eens iets zot doen. Ik ga deze broek kopen. En ik vind hem tof, maar ik weet niet hoe ik het moet combineren. Een broek. Dat heeft met zo'n band. En... Dat loopt zo wijd en dan een beetje flair. Maar niet heel... Allee, zo... Ja, je snapt het wel. Deze broek. Maar ik moet het gewoon nog eens aandoen, denk ik. En misschien als het een beetje beter weer is dan nu. Het komt van Perlabella. Ik heb het wel aangehad, maar ik vind die kleur eigenlijk toch niet zo mooi. Maar die zit wel echt super mooi rond mijn poepie. Ja. Die heeft zo'n dubbele knoop. En dan is dat zo... Een broek zo... Dat is echt een super mooi model van broek. Dat staat altijd zo mooi bij mensen, maar ik voel hem niet echt. Dus ik denk dat, ja, ik denk dat het weggaat. Wat ik zo ga verkopen en zo, dat komt allemaal op mijn Vinted. Dus check even mijn Vinted. Dat komt hier of in beeld hoe dat noemt. Want er staat al veel op, maar er komt nog veel bij na deze video waarschijnlijk. Ik zeg eigenlijk echt dat echt erover is. En er ligt dus nog kapot veel in de was. Even zo'n besef momentje van hoeveel kleren jij nieuw koopt in 2 weken. Tja. Oké. Op naar het volgende. Dit topje van de Bershka.
Alles valt hier. Oké, dit. Van het dus. Oh, ik heb even zo'n basic topje nodig. Maar ik ga het passen, maar ik ga het waarschijnlijk niet meenemen. Je kunt dat wel zo in je pascotje aandoen. En dit is gewoon basic topje. Toen deed ik dat aan en zei ik ineens die armen. En dan dacht ik, wat? Geweldig. Kijk, die armen zitten zo van die gaten in. Ik vind het echt super tof. Dat maakt echt zo iets speciaals. Ik vind het echt leuk. Dus, en dat is ook een kei chill stofje. Dat is zo van die ribbeltjes en dat rekt zo mee. Dat is echt super tof. Dat kostte wel wat meer dan ik had verwacht toen. Het is een XS. Maatje XS dus. My. En het was wel 20 euro. Maar ik vond het wel cute en iets hebben. Ik heb het wel nog niet vaak aangehad. Dus ik weet niet of ik het misschien ga op gaan wegdoen. Ik weet het eigenlijk nog niet. Maar oké, op naar deze broek. Van deze hebben jullie misschien op mijn TikTok al gezien. Deze is van Ikiru Fashion. We gaan zeker een kijkje nemen. En daar hoort ook nog een topje bij. En dat is echt super mooi. Zo samen, zo'n setje. Maar ik hou het van die broek. Dat is zo'n linnenbroekachtig. Ja. En dat is zo'n brede, maar echt zo'n super tof model van broek. Dit is mijn favoriete broek. Dat wordt mijn favoriete broek van de zomer. Ik weet het nu al. Die kleur is ook gewoon geweldig. En ik zie deze kleur ook bijna nergens. Ik heb deze kleur. Ja, deze was in de sale. Dus run en koop deze. Als deze er trouwens nog is, ik weet het ook niet. Want er hoort nog een topje bij. En dat is ook echt super mooi. Maar met dat topje hangt daar. Maar ik ga even hier een aanfoto laten zien. Dat is makkelijker. Dan kunt je wat inbeelden. Dan heb ik nog iets gekocht. Maar hier heb ik een beetje spijt van. Dus het is een beetje misgekocht. Dat is een leren brede broek. Een zwarte, zoals je kan zien. En die is low waist. Wat ik wel echt graag vind. Maar dat is niet echt mijn stijl, denk ik. En die is ook wat te groot. Dus daarom doe ik die niet vaak Barcelona. Dat is winkel. Dus ik vind dat wel een cool broek. Maar die is ook zo low waist. Dat is wel echt graag. Maar ik denk dat die wat te groot voor mij is. Dus misschien doe ik die weg. Maar ik hou hem gewoon even bij. Want dat is wel nog cool voor zo'n feest of zo. Zo iets. Het is wel een vibe, maar ik weet alleen nog niet wanneer dat die vibe gaat komen. Een aantal dingen die hier hangen op kapstokken dat ik nieuw heb. En dat ga ik even laten zien. Ja, ik weet niet hoe ik dat moet laten zien eigenlijk. Ja, my dream dress. Mijn droomjurk. Dat is deze. Het is echt geweldig. Als ik die aan heb, is het kapot mooi. Dat is echt niet normaal. Dat is zo mijn, er zit een klein schaduwvulling, het is zo'n pofmoutje. Dan heb je zo'n V-hals en dan hier is je buik zo een beetje open. En dan staat zo super mooi rond je lichaam. Die mouwtjes zijn ook echt prachtig. En dan heb je zo dit. En hier is de achterkant gewoon. Maar dat is zo mooi. Dat is echt niet normaal. Het is kapot mooi. Het zit zo super mooi rond je lijf en zo. Dat maakt die figuur zo super tof. Dat is echt mijn droomjurk. Dat is geweldig. En ik heb die van een winkeltje van Insta. Maar Glammaker, dat is het merk erin staan. Maar ik heb dus een Instagram account. En dat is echt super mooi. Ik ben daar kapot blij mee. Dat is echt ook geweldig voor de zomer. Met dan zo die sliffertjes zo die ik liet zien. Dat is dus deze jurk. Dat is zo'n flowy jurk. Zo wat tie-dye. Ik hou normaal niet van tie-dye, maar dat vind ik helemaal leuk. En dan zo'n V-hals, en dat is zo'n lange jurk. Zo helemaal recht naar beneden. En dat is zo super cute en flowy. Helemaal leuk voor op het strand. Ik zie het al helemaal voor mij. Nu alleen het weer nog en dan zou ik echt heel blij zijn. Ja. Komt trouwens ook van Perlabella. Wow. Deze jas. En dat is echt zo weer een ander stijltje dan ik vandaag aan heb. Maar dat is dus zo'n Ibiza style jasje. Je hebt dus deze kant met deze kleuren, maar je kunt dat ook omdraaien, die jas. En dan heb je een jasje met deze print, dus je kunt kiezen. En dat vind ik dus ook echt super tof. Dat komt ook van Perlabella en dat was wel, ik denk dat dat 50 euro was, deze jas. Maar ik vond die echt zo tof. Ik vind dat echt geweldig. Ik denk dat het een kleine miskoop is. Ik vind de kleuren, het model van de jurk is echt cool. Maar in het echt is de kleur ook wel mooier dan op beeld. Maar dat is dus met bloemetjes en een V-hals. En die zijn zo'n flowy jurkje. De cute mouwtjes en zo. En het is wel schattig, maar ik weet niet of het mijn ding is. Dat is ook van Perlabella. En het prijskaartje hangt er ook nog aan. Maar ik weet niet of ik het zo tof vind.
Dus deze gaat misschien ook weg. Nog een super mooie jurk. Echt ook een van mijn droomjurkje. Dat is deze jurkje. En je kunt het eigenlijk niet zo goed zien, maar dat is zo mooi. Dat is zo jeans. Achter. Ja, dan ook zo'n jeans. Dat is jeans. En dan heeft hij zo van die stiksels. Van die bruinere stiksels. En dat is zo'n mooi model. Het is zo'n kraagje. Zo. En dan is dat zo'n rokje. En dan van achter is dat zo. Dus dan is dat zo hier in de taille is dat zo smal. En dan hier is dat zo wat oversized. En dan is dat hier terug smal. En dat is dus van de Zara. En daar heb ik een maatje S in. Dat is echt een super mooie jurk. En ik wil die echt dragen. Maar het weer moet even meezitten. Ik weet het, want ik zeg letterlijk heel de video zie ik super. Super mooi, super leuk. Super. Word ik daar niet gek van? Waarschijnlijk wel. Sorry daarvoor. Super mooie jasjes. Twee jeans. Deze, alle twee vintage in de in zo'n vintage winkel van Antwerpen, hoe noemt dat? Episode, denk ik. Ik weet het, is niet zeker. Deze jas en oh, zo leuk. Jeans en dan is dat zo witachtig met zwart crème en dan met zo'n tof stiksel. Een beetje hetzelfde als die jurk van daarnet dat ik zo leuk vond. En dat is dus zo echt zo'n oversized jasje, maar dat is echt zo'n perfect oversized jas. Dus geweldig. Maar je ziet dat ook niet zo goed, maar dat is dus geen normale jeansjas, maar dat is dus getailleerd. Dus dat loopt zo, dus dat loopt zo mooi zo. Zo, en dan een beetje zo. Hier is dat zo smal, dan gaat dat zo. Dat is echt mooi. Dat is echt zo, kun je dat zien? Ik weet dat niet, echt dat is zo gaaf. Dus dat is zo mooi rond je lijf, dat is echt tof. Dan heb ik nog iets en ik had dus deze schoenen vroeger en ik had daar keiveel spijt van dat ik die had weggedaan, want ik had die verkocht. Omdat ik toen andere schoenen waren, maar ik had daar echt wel spijt van, want ik vond die eigenlijk echt super tof. Dus, en kijk, mensen gaan mij misschien echt uitleggen of zo, gaan zo denken van waarom koopt je dat opnieuw? Die zijn helemaal niet meer in de mode. Maar ik vond ze gewoon zo leuk en ik had gewoon spijt dat ik die had weggedaan, dus ik heb ze gewoon opnieuw gekocht. Ik weet het, echt erg. Ze zijn al wel vuil, want ik heb er al mee aan het gelopen, dus sorry daarvoor. Maar het zijn deze... Sorry, maar mensen gaan echt denken, Axel, die zijn al zo oud, iedereen had die. Maar ik vond ze zo leuk. Ik vond die echt tof, want ik vind dat zo wit en dat is dan met donkerblauw. Hè? Ja, jullie kennen dat waarschijnlijk allemaal wel. Het zijn nu zo wit met donkerblauw, maar ik vind ze gewoon tof. Omdat ik wit met donkerblauw vind ik echt zo leuk. Misschien is dat wat uniformachtig, ik weet niet. Maar ik vond ze echt, ik vind die echt super tof. Dus nu ben ik helemaal happy dat ik ze terug heb. Maar helemaal leuke outfitjes ga ik daarmee maken. Dus, helemaal leuk. Dus die heb ik ook nog gekocht. Oeps. Dan heb ik ook nog iets gekocht. Ik laat gewoon zien eigenlijk wat ik allemaal heb gekocht. Nu is het eigenlijk allemaal kleding en schoenen, maar ik heb ook nog andere dingen gekocht. Maar ik zie dat deze video letterlijk al meer dan een half uur duurt. Dus daar heb ik ook eigenlijk geen zin in. Om dat nog langer te maken voor jullie. Want ik denk dat het ook niet tof is om naar te kijken misschien zo lang. Als jullie dat leuk vinden om lange video's te kijken, let me know. Maar ik heb nog één dingetje dat ik wil laten zien. En daarna komt er een deel 2. Want er komt... Morgen komt er nog een pakket binnen. Met heel veel leuke dingetjes. Met juwelen en met een tasje en zo. Met zo'n sjaaltje als stopje. Dus hier kom ik echt nog... Ik heb nog keiveel dingen besteld. Nog 8 items of zo of 10. Dus dat is wel leuk om daar een aparte video van te maken. En er zitten ook nog... wat dingen in de was dat ik heb gekocht. Dus dan ga ik daar gewoon een deel 2 van maken. Dus er komt nog een deel 2, mensen. Dus stay tuned, of dat je dat ook zegt. Maar ik wil nog wel één ding laten zien dat ik heb gekocht en dat ik daar kei blij mee ben. Dus ik ga het even pakken, want het is echt super groot en het past hier niet binnen. Allee, het past hier wel binnen, maar het is wel raar als ik dat helemaal ga meepakken. Maar hier komt wel even al een hint of wat erbij hoort. Namelijk... Amai, dat matcht ook helemaal vandaag. Maar dit is een tip. Ik heb dus een brommer gekocht. Soort van? Ja. Gekregen? Gekocht. Oké. Okay. Oh. En dit is dus mijn helm. Dus dat hoort daar natuurlijk bij. En ik ben helemaal blij met mijn helm. Mijn helm past helemaal bij mijn kleren en zo. En dat past kapot goed bij mijn brommer. Hier dus komt een foto van mijn brommer. Ik ben daar echt super blij mee. En ik ben daar kei dankbaar voor dat ik dat heb. Dus en ik vind mijn helm ook echt super mooi. Met zo die gouden details en zo dat beige. Van Pino ook helemaal. Dus dat vind ik helemaal leuk. Dus dat heb ik ook nog om in deze video te steken. Dacht ik, dat is wel tof. Ik ga die eens opzetten. Ja. Woehoe.
Helemaal leuk. Dus zo zien mensen die nu mijn video kijken en die mij echt persoonlijk kennen. Zo zien jullie mij binnen 2 weken op school. Ai. Oké, ik ben daar dus helemaal blij mee. Ik ben helemaal enthousiast. Dus, oh. Dat was het wat ik wou laten zien, wat ik eigenlijk heb gekocht. Er komt dus nog een deel 2, maar ik hoop dat jullie deze deel 1 al tof vonden. En dat jullie dat een beetje leuk vonden om te zien wat ik had gekocht. Ik weet dat het echt wel best wel veel is, maar dat heb ik denk ik al genoeg gezegd in deze video. En ik besef dat ook wel. En ik ben daar dankbaar voor dat je daar zoveel kan hebben. Dus ik hoop dat jullie deze video tof vonden. Vergeet deze video niet te liken en te abonneren op mijn kanaal. Want dat zou ik super leuk vinden als jullie abonneren op mijn kanaal. En ik zie jullie bij deel 2 of een andere vlog of video. Ciao, kies, bye, kies, doei!